zuster in en buiten Suriname. Mag ik u van harte welkom heten bij ons eredienst, waarin voorgaat dominee Naomi Neslo Klaver. En aan het orgel hebben wij broeder Jonathan Neslo. Mag ik u een gezegende dienst toewensen en samen zingen wij onze openingslied Umsuma Ala Hopodang. En broeders, ook u die thuis bent in Suriname en in het buitenland, mag ik u allen groeten met de christelijke groet op deze zesde zondag van Pasen, Rogate, wat betekent bid. Maar ook een hele bijzondere zondag, want vandaag is het ook Moederdag. We vieren vandaag ook Moederdag. Mag ik u allen groeten op deze mooie dag met de christelijke groet. De Heer zij met u. Ook op deze dag mogen we ons bemoedigd weten en ons richten tot God onze Schepper. Onze hulp is in de naam van de Heer. Heer onze God, wij danken u. Wij danken u voor uw liefde die wij de afgelopen week hebben mogen ervaren. Danken u voor onze vrienden. Om mee te praten, te lachen, die je begrijpen en gewoon iets voor je doen, omdat ze je vrienden zijn. We noemen hun namen in stilte. Gewoon omdat we blij zijn dat ze er zijn. Zoveel mensen die van ons houden. Zoveel mensen om van te houden. Dank u wel. Amen. U mag plaatsnemen. We zingen het lied Aandacht voor je moeder, want vandaag is het haar feest. We hebben een paar liederen speciaal voor de moeders. Voor de vrouwen die de verantwoordelijkheid hebben over onze kinderen, hebben we speciaal in het programma een aantal liederen gezet.
En deze liederen die zijn geschreven door mevrouw Helen Siafouk Tolrech. Zij heeft deze liederen speciaal toen voor haar moeder geschreven, die haar liefdevol verzorgd heeft en die zij op haar beurt ook liefdevol voor haar gezorgd heeft. Ze is 104 jaar geworden toen ze heen ging. En deze liederen hebben een hele bijzondere inhoud, vandaar dat we ze ook zingen, niet alleen op moederdag, maar ook als onze moeder jarig is, of als we eer willen geven aan de vrouw, aan de moeders. We zullen samen zingen, aandacht voor je moeder, want vandaag is het haar feest. Psalmlezing voor deze morgen is Psalm 33 en daarvan lees ik u voor uit de Nieuwe Bijbelvertaling de versen 13 tot en met 22. Uit de hemel ziet de Heer omlaag en slaat hij de sterveling gade. Vanaf zijn troon houdt hij het oog op allen die de aarde bewonen. Hij die de harten van allen vormt. Hij doorziet al hun daden. Koningen winnen niet door een machtig leger. Brute kracht redt krijgsheren niet. Van geen nut zijn paarden voor de overwinning. Hoe sterk ook, ze bieden geen uitkomst. Het oog van de meester, van de Heer, rust op wie hem vrezen en hopen op zijn trouw. Hij zal hen redden in doodsgevaar. Bij hongersnood zal hij hun leven sparen. Wij verwachten vol verlangen de Heer. Hij is onze hulp en ons schild. Ja, om hem is ons hart verblijd. Op zijn heilige naam vertrouwen wij. Schenk ons uw trouw, Heer. Op u is al onze hoop gevestigd. Tot zover Psalm 33, de versen 13 tot en met 22. En we zingen samen het lied, elk uur, elk ogenblik steun ik op u. Oh,
Laat ons bidden voordat we luisteren naar de lezingen voor vandaag. Trouw God en Vader, we danken u. We danken u dat we deze morgen het woord mogen brengen. Ja, Heer, niet zoals we dat gewild hadden en gepland hadden, maar we zijn u dankbaar dat we het woord kunnen brengen in de huiskamers van onze gemeenteleden. Maar ook zij die niet tot onze gemeente behoren, in Suriname en in het buitenland. We danken u voor de gelegenheid aan ons geboden. En daarom mogen wij u vragen op deze bijzondere dag, deze zondag die Rogate heet, welke ons aangeeft dat bidden belangrijk is, omdat we dan in contact zijn met u, onze God, onze Heiland. Ja, Heer, we danken u daarvoor. We danken u voor alles wat we tot op dit moment van u hebben mogen ontvangen. Mooie dingen, mooie momenten, minder prettige momenten. Ja, Heer, ook voor die momenten bedanken we u. Omdat die momenten ons dichter bij u brengen. U kent onze harten. U weet wat er in ons omgaat, Heer onze God. Misschien zitten we te luisteren met pijn in ons hart, omdat we een geliefde ten grave gedragen hebben of die gecremeerd is geworden. We hebben een geliefde verloren, Heer. Maar misschien ook omdat iemand van ons ziek is en in het ziekenhuis ligt. Of nog niet helemaal beter is. Maar misschien ook met blijdschap in ons hart. Omdat we iets te vieren hebben vandaag. Zeker de moeders. En de kinderen. Maar dan denken we dan ook tegelijk aan de kinderen. Die vandaag geen moederdag kunnen vieren. Omdat hun moeder ze voorgegaan is. Of ze in de steek gelaten heeft. Heer, u weet precies wat er in ons hart. Wat er in ons hart gebeurt. Wat er omgaat in ons. U kent onze gedachten. Nog voor we iets zeggen. Maar we gaan luisteren naar uw woord, Heer onze God. En daarom vragen wij u. Wilt u alles weghalen uit ons hart, dat ons belemmert, dat ons hindert om tot u te kunnen komen, zodat we uw woord kunnen verstaan, het kunnen bewaren in ons hart en ook ernaar kunnen leven. Heer, wees met ons, in Jezus' naam. Amen. De lezingen voor deze morgen zullen verzorgd worden door zuster Denise Liuvat. En de oudtestamentische lezing is gehaald uit het boek Spreuken, hoofdstuk 31, de versen 10 tot en met 31.
pot en vlas en werk met vaardige handen. Zij is als de schepen van de koopman en haalt van verre haar spees. Zij staat op als het nog nacht is. Ze geeft haar huis het voedsel, haar dienstmaagden haar deel. Zint zij op een akker, dan verwerft zij die. Van de verdiensten van haar handen plant zij een wijngaard. Zij omgordt haar lendelen met kracht en versterkt haar armen. Zij bemerkt dat haar koophandel gedijt. Des nachts gaat haar lamp niet uit. Zij greep met haar handen het spinrokken en haar handen houden de weefspoel. Haar hand breidt zich uit naar de ellendige. Haar handen strekt zij uit naar de nooddruftige. Zij vreest de sneeuw niet voor haar gezin, want haar ganse gezin is in scharlaken gekleed. Zij maakt voor zich tapeten, van fijn linnen en rood-purper is haar gewaad. Haar man is bekend in de poorten, als hij neerzit midden van het land. Zij vervaardigt linnenkleding en verkoopt die. Aan de koopman levert zij gordels. Kracht en luister is haar gewaad. De komende dag lacht zij toe. Met wijsheid opent zij haar mond. Vriendelijke onderwijzing ligt op haar tong. Zij droogt toezicht op de gang van haar huishouding. Het brood der traagheid eert zij niet. Haar zonen staan op en prijzen haar gelukkig. Ook haar man groent zich, groent haar. Vele dochters gedragen zich wakker, maar gij overdrijft haar hart. Bedriegelijk is de bevalligheid en edel schoonheid. Maar een vrouw die de Heere vreest, die is te prijzen. Geeft haar van de vrucht haar handen, dat haar daden haar roemen in de korte. En we zingen samen op deze lezing het lied O Moeder Lief, wanneer ik u bewonder. Bye.
nieuwtestamentische lezing is gehaald uit het evangelie naar Johannes, hoofdstuk 15, de versen 9 tot en met 17. Geliefde Vader, indien gij mijn geboden bewaart, zult gij in mijn liefde blijven. Gelijk ik de geboden mijns vaders bewaard heb en bleef in zijn liefde. Dit heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zij en uw blijdschap vervuld worden. Dit is mijn gebod, dat gij elkander lief hebt, gelijk ik u heb lief gehad. Niemand heeft grotere liefde dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden. Gij zijt mijn vrienden, indien gij doet wat ik u gebied. Ik noem u niet meer slaven, want de slaaf weet niet wat zijn heer doet. Maar u heb ik vrienden genoemd, omdat ik alles wat ik van mijn vader gehoord heb, u heb bekendgemaakt. Niet gij hebt mij, maar ik heb u uitgekozen en u aangewezen, opdat gij zult heen gaan en vrucht dragen, en uw vrucht zou blijven, opdat de Vader u gaat geven, wat gij hem bidt in mijn naam. Dit gebied ik u, dat gij elkander lief hebt. Dank u wel, zuster Denise. Dit zijn de lezingen voor deze morgen. Zusters en broeders, zalig zijn we wanneer we het woord van God horen, het in ons hart bewaren en ook ernaar leven. Halleluja. Amen. En we zingen dan het volgend lied. O moeder lief, wij staan u hier en zingen u ter eer. Thank you.
lieve zusters en broeders, die fantastische vrouw uit het boek Spreuken. Weet u, ja, de vraag kunt u stellen, ben ik die fantastische vrouw waarover Salomo het heeft in dit gedeelte? Die vraag kunnen we, ik denk elke vrouw kan die vraag stellen. Maar weet u, er zijn een paar mensen die een aantal gedeelten in de Bijbel niet zo graag lezen. Bijvoorbeeld dat gedeelte uit 1 Timotheüs hoofdstuk 2 vers 12, waarin staat, waarin Paulus zegt dat de vrouw moet zwijgen in de gemeente. De vrouwen houden niet ervan om dat gedeelte te lezen. Ze worden een beetje opstandig en ze worden boos wanneer ze dat stukje lezen. Maar er zijn ook gedeelten waar de ene groep vrouwen heel enthousiast van worden als ze dat gedeelte lezen. Daar worden ze enthousiast over. Maar dan heb je weer een andere groep die helemaal niet enthousiast is. En dan denk ik aan dit gedeelte dat gelezen is vandaag, Spreuken 31, de versen 10 tot en met 31. En dat gedeelte gaat over een deugdelijke huisvrouw, zoals de Oude Statenvertaling dat noemt. Je hebt vrouwen die zeggen, mij niet gezien, als ze dat stukje lezen. Dan zeggen ze, mij niet gezien. Maar waarom dan niet? Punt 1 zeggen ze, ik hou niet van huishouden. Punt 2, ik hou niet van het stigma dat op de term huisvrouw is gelegd. En punt 3, dit hoofdstuk schetst zo'n verheven beeld en daar kan ik nooit aan tippen. En dus is dit hoofdstuk voor velen een gesloten boek. Misschien herkent u het wel. Leuk dat het in de Bijbel staat. Misschien voor mannen die het af en toe leuk vinden om af en toe met dit hoofdstuk te zwaaien naar vrouwen. Maar wie is die vrouw? Wie is zij? Bestaat ze eigenlijk wel? Of is ze een soort geïdealiseerde versie van Laura Ingalls uit, ik weet niet of u die film nog kent, Het Kleine Huis op de Prairie, The Little House on the Prairie. Ik weet niet of u die film heeft gezien, maar tenminste mensen van mijn leeftijd hebben die film zeker al gezien. Het was echt een vrouw die er was voor het gezin, voor haar man, voor de kinderen. Anytime kon je een beroep op haar doen. In de ochtend, anytime. Ze was er voor het gezin. En niet zomaar heb ik besloten om dit gedeelte vandaag te lezen en te behandelen met u. Ik wil over deze vrouw in het boek Spreuken hoofdstuk 31 praten. Want ik heb ontdekt dat het een bijzonder mooi hoofdstuk is. En ik vond 4 redenen waarom het zo mooi en een prachtig hoofdstuk is. Allereerst is dit hoofdstuk een literair hoogstandstuk. Dat betekent dat de schrijver eigenlijk meer wil zeggen dan wat er staat. En dan denk je van, ja, u moet het zeker wel even uitleggen. Ja, als je het boek Spreuken leest, dan lijkt het vooral te gaan over een mannenwereld. De eerste hoofdstukken. Maar deze bijzondere afsluiting van dit boek, vol wijsheid, laat zien dat het boek niet alleen aan mannen, maar voor 100% ook aan vrouwen geschreven is. Wijsheid is in Spreuken erg belangrijk. En de afsluiting van het boek wordt de wijsheid van een vrouw beschreven.
waarmee ze een zegen is voor haar omgeving. Het tweede dat opvalt in het hoofdstuk, is dat het hoofdstuk een ideaal beeld schetst. Er zijn heel bijzondere, hooggetalenteerde vrouwen die alle onderdelen die daar genoemd worden in dit hoofdstuk waar kunnen maken. Misschien ik niet, misschien u ook niet, maar onze hemelse Vader heeft ieder van ons onze eigen gaven en talenten gegeven. De een weer andere dan de ander. Maar wat hier beschreven wordt, mogen we als voorbeeld gebruiken. Zo volgens dit voorbeeld kunnen we een zegen zijn voor onze omgeving. Als we lezen wat de vrouw niet allemaal doet. Ze doet goed, ze doet geen kwaad. Ze is bezig te werken. Ze kookt. Ze zorgt ervoor dat als de kinderen thuiskomen, dat het eten er is. Ze wast de kleren. Ze maakt het huis schoon. Eigenlijk, als je ziet wat een huisvrouw niet allemaal doet, of wat een vrouw niet allemaal doet. Want tegenwoordig, en ik kan niet zeggen dat het jammer is, ik zeg elke tijd heeft zijn charme. Want wat die vrouwen tegenwoordig nog meer doen, is los van dat werk thuis, dat ze ook nog uitgaan om te werken. Het zij op een kantoor, het zij in een bedrijf. En daarom is het zo mooi dat dit opvalt in dat stuk. Waar die vrouw beschreven wordt en waar ze een zegen is voor haar omgeving. En het derde dat opvalt in dit stuk is dat de kern van het hoofdstuk is dat onze schoonheid, de schoonheid van de vrouw, niet in de eerste plaats van buiten is, maar van binnen. Het staat zo in vers 30. Charme is bedriegelijk en schoonheid vergaat. Maar een vrouw met ontzag voor de Heer moet worden geprezen. Je kan uiterlijk zo mooi zijn. Maar wat belangrijk is, is dat je van binnen mooi bent. En dat is belangrijk. En hoe kan je van binnen mooi zijn? Hoe kan het tot uiting komen dat een vrouw schoonheid heeft? En dan zegt Salomo ons verder, dat kan je. Als je diep ontzag hebt voor de Heer. Als je hem lief hebt. En dat je de dingen doet waar hij blij van wordt. Als we deze dingen doen, de Heer, ontzag hebben voor de Heer. Dat wil zeggen respect hebben voor de Heer. Eerbied hebben voor de Heer. Hem kennen in je leven. Hem lief hebben. En de dingen die hij van ons verlangt ook doet. En de dingen die hij van ons verlangt heeft hij in het Nieuwe Testament aan ons meegegeven. Dat we elkander lief hebben. Dat we in hem blijven. Dat we met hem leven. Als we al deze dingen doen waar hij, dat wat hij van ons verlangt, waar hij blij van wordt. Dan worden we mooi van binnenuit. En wanneer we mooi van binnenuit zijn, dan straalt die schoonheid naar buiten. Want dan gaat de Heilige Geest ons veranderen, zodat we op Jezus lijken. Het doel van Jezus' leven was geen rijkdom of persoonlijke welbevinden. Nee, zijn doel was om God en mensen te dienen. En dat is nu precies
wat die deugdelijke huisvrouw uit Spreuken 31 zo mooi en bijzonder maakt. En tenslotte, dan gaat niet die vrouw zelf, maar dan gaat haar omgeving goed over haar spreken. Vers 28 en 29. Haar kinderen prijzen haar. Haar man bejubelt haar. Er zijn veel sterke vrouwen, maar jij overtreft ze allemaal. Man en kinderen, en natuurlijk ook andere mensen voor wie ze een zegen is, zijn blij met haar en weten dat ze van haar op aan kunnen. Kort samengevat, zouden we kunnen zeggen, de vrouw uit het hoofdstuk staat voor iedere vrouw. Iedere vrouw die zich door haar hemelse vader van binnenuit mooi moet laten maken. Want dat zal dan zichtbaar worden in haar daden en in het leven van de mensen om haar heen. Bent u een vrouw? Laat u de Heer zijn werk doen in uw leven, dan bent u die vrouw in Spreuken 31. Of u nu van het huishouden houdt of niet, u bent die vrouw. Zusters en broeders, Jezus geeft bij zijn laatste avondmaal aan zijn leerlingen het grootste gebod mee, elkaar lief te hebben, zoals hij hen heeft lief gehad. En die lat ligt hoog. We willen zoveel voor onszelf houden. Het is niet gemakkelijk te leven in een wereld waar het hard aan toe gaat. En daarom vraagt Jezus aan zijn leerlingen in zijn liefde te blijven. En vanuit deze verbondenheid zendt hij hen uit. Hij geeft hun de taak op tocht te gaan en vrucht voor te brengen. Blijven de vrucht. En deze opdracht van Jezus heeft op het plakkaatje gestaan bij vele inwijdingen van voorgangers. Maar dan vragen we ons af hoe zwaar wegen de vruchten die wij hebben voortgebracht. We hebben niet alles gedaan wat we hadden kunnen doen. En dit hebben we misschien, wat we gedaan hebben, is misschien overbodig geweest of het is afgeschreven. Maar toch, wanneer je rustig kijkt, dan zie je dat er toch vruchten geplukt zijn voor de zorg van mensen. Voor elkaar. Door een bemoedigend woord. Door met aandacht te luisteren naar het verhaal van mensen. Door een goede raad of advies te geven. Of een goede wenk. Er blijft een kracht uitgaan van zoveel kleine daden van goedheid. Van de liefdevolle en deskundige inzet van mensen in de zorgsector. Van iedereen die zijn beroep en taak eerlijk behartigt. Het zijn de vele goede vruchten van mannen en vrouwen die het leven schenken en doorgeven. En die met liefde zorgen voor kinderen en kleinkinderen. Liefde hoopt op wederkerigheid. Er is ook de liefde en de inzet bij mensen die zelf deze liefde niet meer kunnen beantwoorden. Wie liefde ervaart en er zelf anderen laat indelen, die kent vreugde. Liefde schept vreugde. Waar zij is, is er vreugde. Wij mogen ons verheugen op het goede dat anderen doen. Daarom, lieve zusters en broeders, in het bijzonder de vrouwen,
laten wij allen bijdragen aan een klimaat van vreugde. Laten wij God danken voor de gaven van ons en bij anderen. En dat wij door de Heilige Geest met vreugde de gaven mogen erkennen. Niet alleen in ons, maar ook in onze gemeente. Bij onze medemens. We zijn gezegend. We zijn gezegend dat we Gods liefde mogen kennen. Laten we in zijn liefde blijven. En deze uitdelen. Totdat Jezus terugkomt. Of tot de dood ons samenbrengt met de God van onze liefde. Want God is good all the time. And all the time God is good. Amen. Vragen of u zelf in ons wilt verheerlijken. Help u ons om een goede en betrouwbare vrouw of man te zijn. Die de mensen om ons heen goed doen. Elke dag van ons leven. Geeft u ons een hart dat er plezier in heeft om te werken. En laat ons zien hoe we onze tijd en prioriteiten kunnen managen op een manier die u eert boven alles. Vader, laat u ons zien hoe het geld dat u ons gegeven heeft, zouden moeten uitgeven en doneren. En geeft u ons de kracht om u met heel ons hart te dienen. Breekt u ons hart over de dingen die uw hart breken, zodat we er kunnen zijn voor de mensen die dat nodig hebben. Dank u. Dank u dat u dicht bij de mensen bent die gebroken zijn. En dat u de mensen in nood opricht. Helpt u ons om onszelf te kleden en te gedragen op een manier die u verheerlijkt. We willen zonder angst lachen naar de toekomst. En elke dag groeien in ons geloof in u. Help ons om wijze en vriendelijke woorden te spreken. En niet het brood van luiheid te eten. Maar in actie te komen voor uw koninkrijk. Help ons om door te gaan met het dienen en zegenen van onze familie. En andere mensen om ons heen. Als een vrouw, een man die u en u alleen vreest. Dank u voor uw ongelooflijke genade. We houden van u. Amen. We gaan nu over, zusters en broeders, tot de dienst van de gaven en gebeden. U weet, u kunt uw offergave storten op de rekeningnummers die u in beeld ziet. Nu en aan het eind van de dienst. Maar u mag ook persoonlijk gaan naar de Stuiversvereniging aan de Johan Pengelstraat, Adolf Pengelstraat. En daar uw gave doen in de bus. Zet u wel op de enveloppe voor welke wijk het bestemd is. Geef u met een blijmoedig hart, want de Heere heeft de blijmoedige gever erg lief. En we mogen u namens de hele gemeente alvast dank zeggen voor uw gave. Het zal zeker goed gebruikt worden. Zijn er mededelingen? Tot op dit moment zullen we de diensten nog online verzorgen. De komende donderdag
is er een hemelvaartsdienst. En die zal verzorgd worden vanuit de Morgensterkerk. En dominee Diana de Grave zal voorgaan in die dienst. Dan gaan we over tot onze dank en voorbeden. We willen vandaag bidden op deze bijzondere dag. Vanzelf voor alle vrouwen, voor de moeders in het bijzonder. We willen meenemen in onze gebeden ook de kinderen of de mensen die, waarvan hun moeder heen gegaan is, dat ze de mooie herinneringen mogen vasthouden en met die verder gaan. We willen bidden voor de zieken. En dan willen we in het bijzonder meenemen in ons gebed broeder William Venlo, broeder Wim de Man. We danken de Heer. We danken God dat onze zieke zuster Christine Sumita, zuster Consuela Wijnhard-Piquet, broeder Waldi Struiken en zuster Kitty Jesseren, dat zij reeds thuis zijn in hun eigen omgeving. Maar we willen bidden voor verder herstel, dat het verder goed mag gaan met hun. Verder willen we bidden voor de bedroefden. Dan willen we meenemen de familie Vos. Onze broeder Dirk Vos is heen gegaan. En hij is op donderdag, jongsleden, is hij ter grave gedragen. Hij heeft heel veel voor onze gemeente betekend. Hij is in de raad geweest. Heeft ook zijn krachten gegeven bij huizen Margriet. Verder willen we bidden voor de familie Siafouk, onze zuster Helen, haar zwager, haar overleden man, zijn broer Ernest, die is ook afgelopen donderdag gecremeerd geworden, eigenlijk ja, onverwachts heen gegaan. Dus we willen ook bidden voor de familie Siafouk. Verder willen we meenemen de familie Vreeswijk. Ze hebben ook binnen een week afscheid moeten nemen. Of binnen een week zijn twee broers van hun heen gegaan. Van de ene hebben we dan vrijdag. Die is vrijdag dan gecremeerd geworden en de andere zal nog begraven moeten worden of gecremeerd. In één week twee broers. Heel zwaar. Verder willen we alle andere mensen die een geliefde ten grave gedragen hebben, willen we ze ook meenemen in onze gebeden. Dat God ze kracht mag geven om dit verlies te dragen. Maar bovenal dat ze mogen weten dat het lichaam van ons vergaat. Maar dat de ziel die met God verbonden is geweest, eeuwig blijft leven. Dat we in dat bewustzijn verder gaan. We willen ook meenemen alle kinderen die geen ouders meer hebben of die in de steek gelaten zijn door hun ouders. Dan willen we verder bidden voor allen die vandaag of de komende week jarig zullen worden. Dan nemen we mee vandaag, zeker in gebed, broeder Roodje Nalim. Ja, het gaat de goede kant op met hem. En we zijn God dankbaar daarvoor.
Hij mag vandaag zijn geboortedag vieren. En verder willen we ook meenemen zuster Kim Lemmers en broeder Kenneth Menig. Die worden op 14 mei jarig. En vanzelf alle vrouwen, alle moeders, dat u verwend mag worden vandaag. Ja, ik weet niet als die verwenning zal gaan zoals de voorgaande jaren is geweest, vanwege die lockdown situatie, maar ik weet zeker dat u een of andere manier gevonden heeft om toch verwend te worden. Laat ons bidden. Trouwe God en Vader, we danken u. We danken u dat we samen hebben mogen vieren. Dat we uw woord tot ons hebben mogen nemen, Heer onze God. En dat we als vrouw op deze dag die ook als moederdag, die ook moederdag is, dat we op deze dag dat het verhaal, de woorden hebben mogen horen over een degelijke, een deugdelijke huisvrouw. Ja, dat denken vele mensen, huisvrouw. Ja, wij hebben zelf een smet op die naam gezet, op dat woord gezet. Maar wanneer we lezen hoe die vrouw eruit ziet, maar meer nog, Heer, dat wanneer we als vrouw met u leven en doen wat u van ons verlangt, dat we alleen op deze manier die vrouw kunnen zijn zoals ze beschreven staat in het woord. Alleen wanneer we verbonden zijn met u, Heer onze God, kunnen we in staat zijn om die vrouw te zijn. En moeilijk is het niet. Ik weet dat vele vrouwen, Heer onze God, bang zijn om die vrouw te zijn. Want dan lijkt het alsof we zo meegaand zijn. Maar u vraagt van ons dat we met u verbonden blijven. En wanneer we met u verbonden blijven, dan ervaren we die vreugde. En dan kan die schoonheid in ons ontstaan. En dan kunnen we die schoonheid uitstralen. En dan hoeven wij niet ermee te koop te lopen. Maar de mensen om ons heen zullen dat ervaren. En zeggen, wat een mooie vrouw is dat. Heer, geef ons uw Heilige Geest. Dat we verbonden in de liefde met elkaar blijven. Zoals u dat van ons verlangt. In u en met elkaar. Heer, we dragen de zieken, we dragen de bedroefden, we dragen onze senioren, burgers, de eenzamen dragen we aan u op, Heer onze God. De namen zijn genoemd en er zijn nog meerdere namen bij u bekend, Heer. Heer, we leggen al deze mensen in uw handen, omdat we weten dat u de grote genezer bent. U bent de grote trooster. Ja, Heer onze God. We weten dat mensen worstelen. Waarom? Waarom gebeurt dit met ons? En misschien krijgen ze niet gelijk het antwoord, maar u bent er voor ze. U zult ze antwoord geven. Wanneer het moment is aangekomen. Want u bent een God van liefde. En dat ze mogen weten, Heer, dat u ook op de momenten bij het scheiden van deze aarde, dat u ook daar was met hun geliefde. Dat u ze aangeraakt heeft, Heer onze God. En dat ze mogen weten, Heer, dat als onze ziel gezond is, dat ze niet angstig hoeven zijn dat ze hun geliefde verloren hebben. Maar dat hun geliefde veilig bij u is. We danken u voor zij die thuis zijn en herstellende zijn, Heer onze God. We vragen u, Heer, gaat u met ons? Gaat u met hun?
Dat we vertrouwen in u niet verliezen, Heer onze God. Dat we blijven geloven. En met u verder gaan. Elke dag van ons leven. Zo mogen wij ook meenemen deze morgen de kinderen die verdrietig zijn. Omdat ze geen moederdag kunnen vieren. Heer, raak hun aan. Er zijn mensen op hun weg die die gave of die taak kunnen overnemen van hun moeder, Heer onze God. Zodat ze uw nabijheid mogen ervaren. We bidden voor onze gemeente. We bidden voor uw herders en leraars. Heer, het is soms zo frustrerend om op deze manier te werk te gaan. Dan weer bij elkaar komen, dan weer niet. Ja, Heer, soms raken we een beetje gefrustreerd. Of voelen we ons niet prettig. Heer, gaat u met ons, leidt u ons. Schenk ons uw geest. Dat we geleid door uw geest samen kunnen nagaan en kijken hoe we toch op een andere manier bezig kunnen zijn. Maar dat we, waar we ons ook mogen bevinden, de mensen met u in contact brengen. En dat we blijven geloven en vertrouwen dat u hemel en aarde gemaakt heeft. En dat u ook alles dat niet goed is, kan verbannen. Zo mogen we u vragen, Heer, om dat virus weg te halen. In elk geval dat het ons niet doodt, Heer onze God. Dat we bestand zijn tegen. Heer, we bidden voor allen die iets te vieren hebben. Voor alle moeders. En dan bidden we ook voor de zielenrust van onze moeders die ons zijn voorgegaan. Dat ze een plaats mogen hebben in uw koninkrijk. We bidden voor alle vrouwen, Heer onze God. Dat we ervoor zorgen dat we van binnen mooi zijn. En dat we die schoonheid uitstralen naar onze kinderen. Naar de kinderen. Naar onze omgeving, waar we ons ook bevinden. Help ons om dat te kunnen doen. Dat de mannen, dat de kinderen, dat de omgeving kan praten over onze schoonheid. Kan jubelen over ons. Geef ons kracht, wijsheid en inzicht. Zo mogen we ook meenemen onze regering. Ons land en volk. Ja, Heer. U heeft mensen macht gegeven om leiding te geven aan uw volk. Maar niet iedereen kan ermee omgaan, Heer. Maar soms zijn we ook een beetje ongeduldig. En we willen dingen snel zien gebeuren. Omdat we zo lang ook in die katibo, gevangen zitten. We willen vrij zijn. Heer onze God, we vragen om wijsheid en inzicht voor onze leiders. Allen die de verantwoordelijkheid op zich genomen hebben om leiding te geven aan uw volk. En dat alles dat niet op zijn plaats is, Heer, dat u dat weghaalt. Dat men mag weten dat u alle macht heeft in hemel en op aarde. En dat u ons die adem geeft.
Heer, gaat u met ons hier in Suriname, in het buitenland, overal in de wereld. Dat we u blijven dienen en elkaar dienen, zoals Jezus dat heeft gedaan. In de naam van uw Zoon Jezus Christus, die ons heeft leren bidden, onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van der boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, in der eeuwigheid. Amen. Dan zingen we als slotlied, mag ik u vragen om op te staan. Het leven van geloof is weten dat je zeker vinden zult wat je eenmaal bent gaan zoeken. Vol verwachting en geduld. En we vragen God om ons te zegenen. Allen die de weg gaan van geloof, hoop en liefde. En dat we zijn woord meenemen in ons bestaan. Mag ik van deze plaats, mede namens de kerkenraad, u een gezegende, een fijne en liefdevolle moederdag toewensen. En een gezegende week toewensen. Allen die hebben meegewerkt aan deze dienst. Broeder Jonathan voor de begeleiding, hartelijk dank. Zuster Jade en broeder Jason, hartelijk bedankt. Voor het willen opnemen, zodat de mensen thuis ook konden genieten van deze viering. Hartelijk dank. En ook de kerkenraad. Een gezegende week wens ik u toe namens de kerkenraad. We zingen samen. Leven van geloof is weten dat je zeker vinden zult wat je eenmaal bent gaan zoeken vol verwachting en geduld.
God zegen en dat God zegen ons verder mag leiden. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van zijn Heilige Geest, zij met u allen, met ons allen. Amen.